Een drukke zaal in het brandpunt hierachter. Wat valt er allemaal te beleven? Wat valt er te beleven? Ja, één keer per jaar organiseren we in de wijk een bijeenkomst voor eigenlijk de groepering in de wijk. Eigenlijk tweeledig. Enerzijds om te kijken, ja, kennen ze elkaar, kunnen ze elkaar versterken onderling. Anderzijds ook voor inwoners in de wijk om toch te leren van wat is er te doen in de wijk. Welke mensen zitten erachter, welke organisaties en waar kan ik zelf in bijdragen als vrijwilliger. Anderzijds als deelnemer bij verschillende initiatieven die er zijn vanuit sport, bewegen, cultuur in de breedste zin. Ja, maar wat voor verenigingen moet ik me daarbij voorstellen dan? Dat gaat van het sportpark, voetbalvereniging, tot theatermakers die hier staan in het brandpunt, tot de koor. Dus als je een mooie stem hebt en wil zingen, zeker niet aan mij besteed, maar dan kun je ook vanavond nog aanmelden tot Kansrijk Brandenvoort, waar ze zaken organiseren voor ouderen, voor mensen die hulp nodig hebben. Badmintonverenigingen, dus ja, eigenlijk heel divers. Maar dit wordt dus één keer per jaar georganiseerd, heb ik begrepen? Ja, dat klopt. Dus één keer per jaar waar het in ieder geval bij elkaar komt. En vanuit daar worden er altijd weer nieuwe zaken ontplooid en met elkaar weer samengewerkt om te kijken waar we toch weer een stukje bij kunnen dragen. Uiteindelijk in de wijk. Ja, nou vindt deze avond vanavond plaats. Waar kan men terecht na deze avond? Nou, vanuit de wijkraad, wat ik al zei, stimuleren we zeg maar alle initiatieven in de wijk, de groeperingen en ook een avond als dit. Vanuit daar zullen we uiteraard ook vanuit onze social media kanalen, de website van Wijkraad Brandenvoort.nl, ook met de verschillende mediapartners, waaronder jullie. Dus dank voor deze aandacht en andere lokale magazines nog een update voorzien na afloop, waarmee er uiteindelijk meer informatie opgevraagd kan worden. Linkjes naar de verschillende verenigingen die aanwezig zijn geweest. En vanuit daar kunnen mensen uiteraard altijd weer contact nemen, of met ons, dan wel met de verschillende verenigingen die hier hebben gepresteerd vanavond.